Utrecht 900 is een heel groot project, een groot stadslab, dat eenmalig uitgevoerd wordt omdat we vieren dat Utrecht 900 jaar bestaat. 900 jaar kreeg Utrecht stadsrechten en dat wordt dan in dit jaar in 2022 gevierd. Nou, er is een programma uitgerold waarbij er heel veel verschillende activiteiten zijn uitgedacht en uitgezet. De afsluiting is de Sint Maartenparade in Utrecht. Ja, en Sint Maartenparade is ook een stadslab. En dit jaar sluiten zij het grote feest Utrecht 900 af. En eigenlijk heeft Sint Maartenparade steeds als doel om allerlei groepen in de stad met elkaar te verbinden. Verschillende generaties, mensen met verschillende culturele achtergronden, verschillende wijken. En dit jaar dus als grote afsluiter van Utrecht 900. Een stadslab als Utrecht 900 heeft vaak als doel om nieuwe verbindingen te creëren, om diversiteit en inclusie te bevorderen, om ontmoetingen mogelijk te maken. En dat is heel lastig te meten. Dus de meetbaarheid is soms een beetje in het geding, omdat je iets wil organiseren wat je eigenlijk niet kunt meten. En je ziet dat bij de organisatie van de stadslab dus de processen heel belangrijk zijn en dat er ook niet bepaalde vaste regels of een bepaald stramien is dat je kunt volgen om vervolgens een succesvol stadslab te organiseren. Dus je kunt zeker van elkaar leren als stadslabs onderling, zeker over bepaalde thema's als participatie. Maar door de variatie in stadslab, de verschillende thema's waar ze zich mee bezighouden, is het heel moeilijk om te zeggen wanneer een stadslab echt geslaagd is. Dat kan eigenlijk alleen het stadslab zelf bepalen. Nou, bij Utrecht 900 zie je dat een succesfactor tegelijkertijd ook een uitdaging kan zijn. Ze hebben heel erg hun best gedaan om burgerinitiatieven te krijgen, om de energie te volgen, om het enthousiasme los te krijgen. Dat is heel goed gelukt. Eigenlijk te goed, waardoor er zoveel aanvragen zijn geweest dat er dus heel veel werk kwam. Dus dat kan ook heel overweldigend werken. Ja, en wat je bij de Sint Maartenparade ziet, zij werken met een zogenaamde zwerm. Dus een groep bewoners, organisaties, instellingen die zich ieder jaar weer aan die parade gaan verbinden. Dat is ook wel een uitdaging, want die grote groep die wil je eigenlijk ja, zo goed mogelijk aan je blijven binden jaar na jaar. Maar goed, dat is natuurlijk wel spannend of dat iedere keer gaat lukken. Wat een belemmering zou kunnen zijn, is bijvoorbeeld het aanvragen van subsidie. Bij Utrecht 900 was dat best wel een drempel. Voordat je als individuele bewoner subsidie kon aanvragen, moest je best wel een drempel over. Dan moest je een goede aanvraag indienen. En je ziet dat Utrecht 900 heel erg hun best hebben gedaan om dat laagdrempelig te maken en om ook daar hulp voor te bieden. Participatie is ontzettend belangrijk in een stadslab. Maar wat je daarbij wel in gedachten moet houden, is dat die participatie wel echte participatie moet zijn. Dus als je als stadslab al dingen hebt besloten en je gaat daarna nog aan andere mensen input vragen, bijvoorbeeld aan bewoners, een soort schijnparticipatie bijna, dan ga je zien dat bewoners op een gegeven moment niet meer willen participeren, omdat er toch niks met hun inbreng wordt gedaan. Dus het is belangrijk om op een gelijkwaardige manier participatie te organiseren. Nou, naast participatie is ook mede-eigenaarschap ontzettend belangrijk. Dus het is heel mooi als de mensen in het stadslab zich ook echt eigenaar gaan voelen van het stadslab en van het doel van het stadslab. En daarmee dus ook het stadslab steeds verder kunnen brengen. Nou, een tip als je betrokken bent bij een stadslab is dat je wel een flinke portie geduld en een lange adem nodig hebt. Het duurt soms wel vrij lang voordat er beweging komt in een stadslab. Maar dat het langzaam gaat, betekent niet dat er niks gebeurt. Dus ik zou je vooral niet blind staren op processen die misschien wat stroperig of wat moeizaam gaan. Maar door eens wat verder te kijken en waar gaat nou juist wel bij iedereen het hart sneller van kloppen en waar voelen ze die energie, om daarop mee te gaan. Utrecht 900 is geslaagd als Utrechters in al hun diversiteit zijn bereikt en als er een programma is ontstaan waarbij heel Utrecht met alle wijken en alle mensen met een verschillende culturele achtergrond hebben kunnen deelnemen aan het programma. Het is heel mooi als er verbindingen zijn gecreëerd die er eerder nog niet waren. Dus het kan zijn inderdaad mensen met een verschillende culturele achtergrond, maar ook generaties of mensen uit verschillende wijken die elkaar niet zo makkelijk tegenkomen. Dus op het moment dat er eigenlijk meer verbindingen gecreëerd zijn in de stad, dan is het geslaagd.